Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is tot en met morgen 28 mei. Tijdens de avond en nacht zullen er meer in het binnenland regenbuien met mogelijk ook onweer voorkomen. Aan het eind van de nacht zal zich plaatselijk nevel ontwikkelen met mogelijk mist in bepaalde bosrijke gebieden. In alle districten komen er perioden met onweersbuien voor met soms windstoten. Vannacht komen er in alle districten, met uitzondering van Sipaluwini, af en toe lichte buien voor, maar zal voor lange tijd droog zijn. In Sipaluwini zullen er perioden voorkomen met onweersbuien en soms windstoten. Morgenochtend is een enkele regenbui mogelijk. De middag en avond staan in het teken van lokaal lichte, soms matige buien en enkele geïsoleerde onweersbuien. In het binnenland en westen worden er meer zware regenbuien verwacht. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er meer in het binnenland en het westen plaatselijke matige of zware onweersbuien mogelijk zijn.